Hey, voordat we beginnen aan de aflevering, hier een belangrijke mededeling. Helaas is meer dan 50% van jullie niet geabonneerd. Ja, dus abonneer snel op de Videocorner podcast hiermee help je niet alleen ons, maar ook jezelf door niks te missen. Je kunt ons vinden op YouTube, Spotify en Apple Podcast. Dankjewel en door naar de aflevering. What is As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster. Yeah, baby! Yeah. Just leave it. But where? Yes, dames en heren, welkom bij een nieuwe aflevering van de Videocorner. Mijn naam is Oron. Mijn naam is Mirza. En wellicht hoor je het. Uh, ik ben een beetje verkouden, ziek uh, de afgelopen paar dagen. Is me wat uh, zwaar gevallen. Ik ben ook een beetje aan het snotteren nog steeds. Uh, maar, uh, ja, los van uh, dat het jullie misschien is opgevallen dat ik uh, een beetje fucked up stem heb. Uh, mag ik dat eigenlijk zeggen in een podcast? Volgens mij mag dat in Amerika, niet in, in Europese gelijk dingen. Gelijk sensor toch? Ja, in ja, ja, ja. <laughs> Nederland mag het wel gewoon. Uh, maar ja, misschien is het ook opgevallen dat Haakander erbij is. Ja. Um, nog een gevallen soldaat. Uh, ja. <laughs> maar die heeft de strijd verloren. Die kon er helaas niet bij zijn. Ja. Um, maar ja, wij zijn met z'n tweeën. Uh, we gaan ons best doen uh, om de aflevering zo rijk mogelijk aan te vullen. Juist. Uh, zonder dat jullie dat doorhebben. Um, helaas is er dan geen snack voor vandaag. Helaas. helaas. Uh, ze zijn, we weten dat er sommige mensen zijn die vroegen <tie> 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 om de timestamps. Zodat ze makkelijker de snacks konden vinden. Ja, 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 ja. Dus bij ja. deze jongens helaas. <tie> jullie kunnen wegklikken. <tie> <tie> um, maar in ieder geval, ja, we gaan ons best doen. Ja. Um, deze week hebben we voor jullie meegenomen Anatomio Verval. Ja. Um, nou, de winnaar van de Palme d'Or, Saw X, uh, de tiende deel uit de franchise... en uh, Killers of the Flower Moon, de lang verwachte film van uh, Martin Scorsese... met de hoofdrol Leonardo DiCaprio, Lily Gladstone en Robert De Niro. Maar jongen, uh, voordat we doorgaan, uh, hebben we nog wat gekeken? Nou, ik had de deze week best wel een beetje, uh, een beetje druk, dus ik had niet echt veel tijd om wat te kijken. Ja. Uh, dus eigenlijk, nee, deze week ben ik een beetje leeg. Uh, maar jij dan, heb, je, heb jij nog wat gekeken? J jij was ziek, dus je hebt veel tijd gehad. Nou, nee, ik was ziek. Maar um, sowieso, wanneer ik ziek ben, heb ik niet zoveel zin om films te kijken. Mm -hmm. uh, die aandacht kan ik niet bijhouden. Oh, ja, ja, um, ja. Dus ik ben heel veel van die uh, korte clipjes zo op YouTube aan het kijken. Mm -hmm. Maar ik heb, uh, die afgelopen twee weken heb ik wel wat gekeken. Um, Florence Sun. Uh, je ziet mm -hmm. hem nu ook op de achtergrond. Uh, is een Apple TV uh, film uh, ja. gaat over een moeder dochter uh, die uiteindelijk uh, door middel van muziek weer een band creëren mm. uh, en letterlijk een band creëren Engelse band band oh, okay. gek <laughs> ja, ja. <laughs> dus, uh, <laughs> dus dat uh, Million Miles Away uh, een film van Amazon uh, Amazon Studios ook uh, gaat over een Mexicaanse man mm. um, die op jonge leeftijd naar Mex of naar Amerika komt um, dag en nacht moet werken op plantages overdag naar school um, dromen had om astronaut te worden en uh, dat ook daadwerkelijk wordt, na uh, tien keer gesolliciteerd te hebben bij NASA uh, in twintig jaar tijd, um, is hij de eerste Mexicaan die... Uh, of ja, eigenlijk nog mooier, uh, die, die, die eerste, de eerste de, de gastarbeidsmigrant arbeidsmigrant uh, die... Ja. ...naar de Space gaat. Dus oh. uh, niet naar de maan, maar wel naar de Space Station. Uh, gebaseerd op een wagenbed verhaal. Supermooi verhaal. Ja, leuke film ook. Goed, uh, goed de aanhouder wint. Te... Ja, inderdaad. Dat is uh, ook een uh, teken aan de luisteraars <laughs> <straks> misschien. Uh, <laughs> of, of was dat je de bedoeling niet? Nee, uh, nee, uh, nee, oh, nee, nee. nee, <laughs> nee oké. <okay. laughs> ja, en het is... Uh, wat ik moet Ja, het is uh, ook Halloween uh, maand, deze maand. Dus ja. uh, er was uh, een nieuwe film ook op Amazon. Uh, even kijken. Totally Killer. Uh, hmm. een beetje. Kijk, weet je wat er daarbij wel was? In het begin uh, was het een beetje. Dacht ik van, oh nice. Alla, scream, uh, killer met een knife. Weet je wel? Ja, ja, ja. Maar op een gegeven moment uh, kwam de de, de de Gen Z bullshit naar buiten. Oh, okay. ja, ja, ja Nee, should, nou um... niet per se Gen Z bullshit, maar tegenwoordig met alle films willen we tijdreizen en zo. Dus ook bij deze. Er is een killer uit 78 die weer terug opduikt. En dan gaan ze met een <laughs> tijdmachine weer terug in <laughs> tijd. En dan als je hem daar kilt, dan kill je hem ook in de toekomst. En, die wordt eerst vermoord dus en ze verandert de heren. En dan na 30 jaar komt ze weer terug. En dan heeft ze toch die persoon kunnen redden. En dan heeft ze toch, heeft ze toch een andere naam gekregen, omdat ze terug in de tijd is gegaan. En allerlei shit is veranderd. Dus dat, uh, dat hebben we gekeken. Oké. Okay. En ik. Weet je, wat ik, weet je wat ik wel zag? Ik heb ook ook een stukje voor je voor meegenomen. Ik, weet, ik was laatst uh, op TikTok aan het scrollen. Mm. Uh, Chucky. Chucky kennen we wel Chucky, allemaal. Ja, tuurlijk. Maar ik heb de nieuwe seizoen van Chucky nog niet gezien. Mm -hmm. um, Chucky, aflevering 3 van seizoen 3. Uh, ik heb hem hier meegenomen. Als je even achter je kijkt, als ik hem even erbij kan pakken. Uh, nou ja, voor de luisteraars uh, komt hij in de edit. Um, nou, dit is een stukje van Chucky, hè? Kijk maar. These walls could talk. It's a Dutch colonial. So? The most evil houses are always Dutch colonials. Think about it. Amityville, Elm Street, Twin Peaks. What the fuck <laughs> is up with the Dutch? <laughs> Must be all the heat. Yeah. <laughs> Dus, uh, dus dat. Uh, we <laughs> hebben een sneer gekregen van Chucky. Um, dat we helemaal nou. uh, Lazarus zijn. Uh, yeah. En dat het door allemaal uh, Dutch weed komt. <laughs> um, dus dat. Ja, dat zag ik op TikTok. Dat vond ik best wel grappig. En uh, een dag later was ik uh, Friday uh, the 13th aan het kijken. Yeah. Het is oktober. Een beetje horrorfilm setting. Yeah, 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 yeah. Um, maar uh, tijdens de openingsscène viel me gelijk op. Uh, die heb ik hier ook. Uh, screenshot van jou. Uh, openingsscène van de film. Zie je daar rechts zie je een snackbar. En die mm -hmm. heet uh, Frank's Delicatessen. Uh, ik dacht in het begin van ja, Frank is ook Amerikaans, maar delicatessen, dat is eigenlijk Nederlands en de, in het Engels is het delicacy. Oh ja. dus, uh, dus ook hier zijn de Nederlanders weer betrokken, uh, maar dit keer met de Nederlandse snackbar. <laughs> uh, Frank uh, Delicatessen, voorheen <laughs> bekend als, uh, of ja, nu bekend als Febo. Maar <laughs> toen uh, bekend als uh, Frank Delicatessen, Ja, die vermoordt nog uh, tot vandaag de dag nog steeds honderden mensen daar <laughs> jaarlijks. Ja, precies. Te veel ja. vet. Dus, uh, <laughs> dus dat, dat is de Nederlandse betrokkenheid in horrorfilms ja. voor deze maand, man. Dus ja, ik heb ook Friday the 13th gekeken. Ik zei het al, Leuk, het is uh, maand uh, Halloween. Het en, is wel uh, nooit opgevallen eigenlijk. Dat het altijd van die Dutch colonial houses zijn. Eigenlijk. ja maar Nederland heeft ook een rijke geschiedenis in Amerika ja dat klopt volgens mij ja. ik zag het laatst ook op TikTok uh, een place called uh, New Almelo of zoiets echt ja er uh, <laughs> was een man die daar uh, naartoe trok en ja. die woonde daar ja. en die ja. heeft dat dorpje New Almelo voor, uh, genoemd ja 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 Ge, ja en nu heet het New Almelo ja. maar ook in New York ja dat was een Dutch district Broker. tuurlijk daar heb je allemaal New Harlem dat is gewoon Harlem tuurlijk Brooklyn Breukelen, Breukelen inderdaad, dat ja. soort dingen dus we hebben daar ja. wel geschiedenis ja en ja, dan ja, die ja. huizen en zo die blijven achter um, ja, dat waren destijds de dure huizen, rijkere huizen. Ja. Dus die blijven daar nu achter. En dat is gewoon perfect voor een horrorfilm. Dus ja. dan maken ze daar nou gewoon, gewoon, gewoon gebruik van, ja. wat verstandig is. Ja, leuk feitje, man. Ja, maar je hebt, uh, je hebt nog niks gekeken deze nee, maand. Nee. nee, Maar ik neem jouw tips er zeker mee. Je ja, gaat, het, gaat, is, uh, uh, het is Halloween, uh, maar Het is Halloween. Uh. Moet, uh, vooral Halloween-films gaan kijken. Ja, ja, ja. Ja. Um, ja, Als jij voor de rest niks te melden hebt, dan uh, laten we gewoon beginnen met de eerste film. En dat is uh, De Pan, de oorwinnaar. Uh, en dat om je verval. Yes. Anatomy of a Fall, de winnaar van de Pan deur uh, tijdens het Cannes Film Festival in 2023, uh, een film zet door Justine Triet. <laughs> ja, ik weet Frans, niet of dat het... Ja, Tri jij, jij hebt Frans gehad. <laughs> een jaartje. Tri Tri Justine Triant, Triant, Triant. Tri Oké. Okay. Ja, dat zou wel kloppen dan. <laughs> ja. Aangezien jij Frans hebt gehad. <laughs> <laughs> hey, ik wil van jou horen. Uh, wat vond je van de film in één woord? Laten we daarmee beginnen. In één woord. Uh hoe noem je dat? ja, mm, lastig, lastig, lastig. twee woorden? twee hey, woorden eh, misschien? ja, hoe noem je dat als je, ja, als, als, als je gewoon heel te vasthoudt, die interesse, het, het, uh, ja, gewoon interessant man. <laughs> interessant. ja, ja, okay. ja, 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 laat, ja. ik had eigenlijk soort gelijk. Ja? Uh, ik had niet de perfecte woord, van, maar ik heb een puntje voor mijn stoel, soort ja, van. ja. ja. Uh, ja. Uh, ja, het is eigenlijk een, een, een film uh, met pieken en dalen, uh, mm -hmm. maar toch niet hele hoge pieken en ook niet hele uh, lage uh, dalen. Uh, continuïteit. Zeg continuïteit, maar. een ja, beetje ja. links en rechts, uh, op en onder, uh, ja, ja. enzovoort enzovoort. Um, ja, zoals ik al zei, uh, de prijswinnaar. Um, we hadden tijdens de vorige aflevering zeiden we al wat gaan we van de film vinden. Um, daarbij zei ha kan top, nou ja die mening kunnen we niet meer vragen. Hey, jij zei flop, <laughs> jij wel... um, en, daar en, ik... Ik... en daar heb ja. ik spijt van. daar heb je spijt van. Ja, ik zei ja, top ja. Uh, en ik sta nog steeds achter mijn woorden. <laughs> um, nou ja, laten we over de film hebben, want waar gaat de film over? Anatomy of a Fall. Uh, best wel bizar eigenlijk. Uh, halverwege de film besefte ik pas uh, wat de titel betekent. Um, ik was aan het kijken, Anatomy of a val. Ja. Bij val dacht ik heel de tijd aan de herfst. Precies, best dat dacht wel, ik ook. Best wel yeah. onzin eigenlijk. Achteraf. Na, na, ja, maar hoe zo herfst? Het sneeuwt daar, weet je wel. Ja, <laughs> ja, maar ik had meer. Ja, nee, ik dacht ook ja, val. Maar, ja. maar het is best wel simpel. Eigenlijk, als je de trailer kijkt, als je de film over de film iets leest, hè, gaat het over een man die van een dak valt. <laughs> ja. En omkomt, hè, de anatomie van een val. ja, ja. ja. Um, maar daar gaat de film ook over. Het is eigenlijk een, uh, een, een case, een proces. Um, een, een echte rechtszaakfilm, toch? Een rechtszaakfilm waarbij ja. een man van het dak valt. Uh, slashed. Vermoord wordt. Van het dak wordt afgeduwd. Ja. Um, en uh, we volgen eigenlijk het proces um, ja, van een moeder. Uh, Sandra. Ja, want uh, zij is de hoofdverdachte. Zij is de hoofdverdachte, ja. omdat zij de enige thuis was. Um, ja, en in het proces... Um, ja, de zoontje die uh, belandt in een moeilijke situatie. Ja, want hij is de belangrijkste getuige. Hij is de belangrijkste getuige. Ja. Uh, met een uh, lastige... Uh, ja, struikelpunt. Kun je dat zo noemen? Ja, ja, ja hij tuurlijk. heeft een slechte visie. Uh, ja. Waardoor hij het niet zelf heeft gezien. Maar wel het hmm. een of ander heeft gehoord. En met ja. uh, dat moment heeft ervaren. En misschien terugduikt uh, ja. in, in het verleden. Om daar wat dingen op te graven. En misschien op die manier een link legt. Naar wat er is gebeurd. Ja. En dat uh, gebeurt gedurende de film. Ja. Um, nou, laten we beginnen. Oh, oh, eerst het huisje. Geweldig. Ah, oh, Geweldig, hè? Echt prachtig huis, man. Ja, lekker op een berg. Heerlijk rustig. Ja, ja. Uh, koud. Ik hou van koud. Ja. Dus uh, dat was echt uh, een nice huis. Um, Want het is in de bergen van Frankrijk, toch? Het is in de bergen van Frankrijk. Volgens mij ja. de Alpen toch dan, gewoon. Ja, precies. Ja, het ja. zou wel ergens in ja. de Alpen zijn. Ja, um, ja dingen. Heerlijk, heerlijke setting. <laughs> um, vooral, film vind ik ook eigenlijk. Um, heel film is eigenlijk ook wel Misschien een beetje toepasselijk voor vandaag de dag mm. um, Dat we snel Vooroordelen hebben yeah. Want tijdens de film is het echt zo van um, Oké, okay, wat ga ik geloven um, Op een gegeven moment uh, Nou, ze zegt iets Ze heeft een blauwe plek En dan denk je, oh ja, ja, ja dat kan wel kloppen Ja yeah en dan zegt de agent van ja de muziek stond zo vangen die officier van justitie vind ik ook een teeringlijn nee, maar daar kom ik zo ja. op nee <laughs> <laughs> um, heeft zo'n blauwe plek en dan zegt ze van ja dat komt omdat ik me hier tegenaan stoot en dan ja. zegt ze van ja maar je muziek stond hard was je niet misschien boos en dan ja. zegt ze van nee nee, nee zo en zo uh, en dan, dan zegt ze van, hij had sowieso al een ding, hij had medicatie gebruikt. En dan later zegt ze bijvoorbeeld van: oh ja, maar je bent twee keer vreemd gaan. Was het niet gewoon dat je klaar was met die man. En dan denk je van ja, mm. ja dat kan kloppen. Ja. Dus dat is wat ik bedoel, met pieken en dalen. Ja. Met ja. Dingen, je, je, je wisselt heel tijd van, van idee ideeën. Ja, 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 vind je ja. haar schuldig en dan vind je haar niet ja. schuldig? En dan vind je haar schuldig en dan vind je haar niet schuldig. Mm. Uh, dus je wisselt heel tijd van ideeën af. Um, dus dan heb je een hele tijd zo'n soort van wichtwam effect. Ja. Um, en dat is wat ik bedoel, met Don't Judge Book by cover. dit is eigenlijk gewoon een perfecte. Case van, dit is het beeld wat je hebt. En dan denk je gelijk van ze is schuldig of onschuldig. Want wij vellen al een oordeel binnen twee seconden. Klopt, ook klopt. vandaag de dag, ja, weet ja, je wel, ja, iemand ja. doet wat. Uh, net als de, de dingen van Rick en Morty, die ze later onschuldig verklaart. Mm. Maar jij we, werd gelijk met de grond gelijk gemaakt, ja, uh, omdat hij ja, ja, ja. bepaalde dingen zou hebben gedaan. Klopt. En dat gebeurde hier ook. En dan bleek. Uh, ja, ik weet niet of ik dat kan, nu al kan zeggen, maar achteraf bleek het. Puntje, puntje, puntje. Ja, nee. Ja, uh, don't, you, don't judge your book by its cover. By its cover, yeah. ja. <laughs> nee, maar wat ik zo mooi vind aan de film, het, uh, de, uh, in het begin denk je het van het is een leuke familie, het is. Nee, maar gewoon het is vredig, is, alles is oké okay, en het gebeurt, het is een ongeluk. Maar wat ik zo mooi vind met, met de film, uh, gedurende ja. tijd, kom je erachter dat het er toch niet alles lekker liep Er zat wel spanning in de relatie ja. en dat soort dingen. Waardoor was, zoals je net zegt. Je mening verandert constant. Als je mening je, verandert constant. Je de krijgt de steeds meer informatie erbij, erbij, ja. erbij. En uh, wat ik ook zo goed vond, de van Sandra. Uh, Sandra, ja. Ja, die advocaat van Sandra. Advocaat van Sandra. Ja, die, die krijgen ook op een gegeven moment zodanig uh, een, een band ook. Ja. Dat je nou, ook begint te twijfelen. Ja, maar ze kenden elkaar al. Zeg maar. Ja, ja, ja. Oude vriend. Ja, ja, ja. ja. Uh, en volgens maar mij. Ik bedoel, je sorry, in, ja. ik bedoel meer van. S'avonds gaan ze buiten wijntje drinken. Ja, dat is gezellig. Ja, ja, dat dus, ja, ja. twijfel je ook alweer. En Precies. de uitspraken dat ze al twee Precies. keer vreemd is gegaan en zo. Dus, Juist. Dus, dus ja. dat soort dingen. Maar key wat, wat ik zo uh, opvallend vond. En ik vond het heel goed gespeeld. Uh, ik vond het begingesprek dat hij als eerste bij haar thuis kwam. Een soort van kennismaking. Normaal, normaal wat je doet als advocaat. Oh ja, ja, ja. Ja, gewoon voor het eerst. Je ziet gewoon voor het eerst. Het gesprek liep zo ongemakkelijk. Maar volgens mij hebben ze dat juist gedaan, denk ik. Van, um. Want ze kennen elkaar als oude vrienden. Ja. En achteraf, uh, tijdens een rechtszaak, zegt hij ook nog tussendoor dat hij een oogje had op haar. Ja. Dus dat daarom dat het misschien zo'n beetje ongemakkelijk was, zo weet ik het. Ja. En uh, ja, zij is haar man verloren. Dus, dus niet... Uh, Weet je, misschien dat hij daardoor misschien een kans ziet met daar iets te. Ja. Ja, snap je ja, ja, ja. in de relaties weer? Ja, ja. <laughs> Fakt op. Maar, ja, ja, gaat... ja, <laughs> <laughs> maar dan vond ik echt goed gespeeld eigenlijk. omdat ja. de ongemakkelijke soms. Ja, ze heeft ook echt ja. een uh, geweldige performance neergezet. Zeker, uh, zeker. Ze, 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 ze laat constant aan zichzelf twijfelen. Ja. Uh, maar dan speelt ze weer het onschuld en dan ja. begin je weer aan haar te twijfelen. Precies. Dus heeft ze echt goed gedaan. Ook het jongetje heeft geweldig goed gedaan. Ja, zeker. Het uh, jongetje was uh, in het ja, die zat eigenlijk ook best wel in een fucked up situatie Zou je voor, ja. dit maak je in het echt mee. Uh, je bent je vader net verloren ja. en je ma, die hangt uh, in een situatie waarbij ze vast kan komen te zitten en dan Precies. ben je eigenlijk word je een orfen. Ja. Uh, of ga je keihard liegen voor de rechter ja, um, ja, ja, ja. om je moeder te beschermen, maar tegelijkertijd doe je haar, je vader ook onrecht. Precies. Um, ja. Ja. Dus maar ook. Uh, ja, het jongetje die heet dan. Uh, ja, ik kende hem natuurlijk niet. Dat is best wel een jonge mm. jongen. Ja. Milo Machado Graner. Oké. Okay. Ja, Geweldig ja. werk. Uh, nou, hij dezelfde haircut als uh, de beveiliger ook uh, van hem. Ja, ja, <laughs> Allebei ja, ja, ja. hadden ze een Adam Driver haircut. Ja. <laughs> hij, had wel brazen, hij had wel rare ogen. Maar volgens mij gewoon lenzen. Want volgens mij is hij niet in het echt uh, slecht zien te... Nee. Want hij had, want hij had uh, toen hij klein was... Zijn moest... vader was verantwoordelijk voor dat zijn ogen yes. zo slecht zijn. En dan... Uh... Ja. Want die vader moest hem eigenlijk ophalen. Ja. Maar hij was bezig met een boekschrijver. Ja. Hij zat in de flow, dus heeft hij de babysitter maar... Naartoe gestuurd om hem mm. op te halen. En daar was toen een ongeluk met en daar doorsteken. En dan, dat zat zijn vader dwars ja, ook. Ja, In de ja, ja. En dan, ja, klopt. Meer kunnen we ook niet over nee, vertellen. Nee. Anders is het uh, volledig film gespeeld. <laughs> Klopt. Ja. Nee, maar ja, uh, Sandra Huller heet ze ook. Uh, ja, geweldige performance op naar huis te schrijven. Uh, ja, we raken constant, uh, ja, we, we geloven haar. Ja. Um, en dan uh, laten we het allemaal weer vallen. <laughs> uh, het is een puntje op je stoelverhaal. Oh ja. ja, over die uh, officier van justitie. Waarom ik zei dat ja. het echt een bloedhond is. Een ja. uh, <laughs> bloedhond. Ja, nee, maar dat is echt zo. Maar die gaat echt de ja. tijd zoeken. Die gaat de hele ja. tijd zo van. Ah, het klopt toch dat jij. Uh, ja, 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 ja. Vrouwen hebben ook aanduwen. Was <laughs> uh, je niet gewoon klaar met haar, weet je wel? Of met hem. <laughs> ja, maar, ja mag, ik, mag ik hem verdedigen? Ja, maar hij doet ook zijn werk, hè? Hij doet ook zijn werk, ja, natuurlijk. Ja, hij moet ook zoeken. Ja, maar ja, ja, ja. Zo, dan krijg je echt bloed onder je nagels vandaan. Uh, ja. Ook op de kind. Ja, iedereen loopt altijd op de kind te porren. Ja, vertel nou, joh. Hey, joh vertel <laughs> nou, joh, hey, Kijk wat zijn vader heeft aangedaan, joh. Vertel nou gewoon, joh. Hij hey, joh. Ah, gaat je moeder ook verliezen, maakt niet uit. Maar vertel nou gewoon, joh. Ja, nee, maar dat kind heeft een vader gevonden. Dus het is al traumatisch. En dan gaat hij nog lopen poetsen. Ah, zeg nou gewoon, wat heb je nou gezien? Ook flauw, want het kind, kind ziet bijna niks, weet je wel? Ja, allemaal, wat, wat hebben we gezien? Yeah. Nee, maar het kind is ook een beetje vaag, joh. Druggy drug, drug dog en zo. Dit soort dingen. Ja, doe normaal, ja, maar. Ja, dat, 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 dat vond ik wel erg. Man. Ik kan daar niet tegen, want dierenleed soms. Echt? Ik vond het een beetje. Ja, maar dat, vind ik een beetje, dat vind ik ook een beetje vreemd. Hè? Je ja. vond het wel helemaal prima toen die man uh, half dood op de grond lag. Ja, man. Maar honden. Niet, de honden vind ik zo. Ja, dieren. Ik weet niet, man. Ik heb <lacht> <lacht> Oh ja, wat was er ook nog met. Uh, oh, ja, ik had net. net nog zeggen. Uh, van die. Oh, ik had het idee dat Tarantino in één keer achter de camera stond. Met die hele gekke close ups zoals. Ja, dat was die office setting, hè? Ja. Ja. <laughs> Ja. En dan uh, draai je zo naar de rechter zo, ja. Ja. <laughs> die, die hele scherpe uh, die, ja, 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 die, die ja, ja, ja. zoom. Nee, klopt. Hé, hey, maar over de justitie gesproken, weet je, waar ik bij de justitie, Er zijn ik ook nog uh, achteraf een film. Bij de justitie, moet ik echt, Of zich van justitie moet ik echt denken aan uh, de vuurlinie met Marco Kroon. Oh ja, ja ja, ja, man, ja, 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 die, ja. Maar ze zijn ook echt wanneer je het gewoon, ja, tik die L, weet klopt. je wel? En ja. dan zijn ze er in dan keer zijn niet. Dan zijn ze niet. Dan zijn ze in één nee, nee, keer nee, pleiten. Nee, nee. Klopt. Nee klopt. 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 Um, <laughs> dus ja, ik denk dat we alles wel besproken hebben voor anatomie of Want Want Dat is echt een geweldige film. Um, en wel terecht dat ze die prijs hebben gewonnen. Ja, ja vooraf zei je inderdaad flop. Um, sta je nog steeds achter je woorden? Totaal niet. <laughs> nee, daar hebben we het ook over gehad. <laughs> nee, 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 klopt. <laughs> um, ja, uh, conclusie en rating? Ja, uh, moeten de mensen de film gaan kijken dan? Oh ja, sorry. Jazeker. Ja, zeker. Um, hij draait nu nog volop in de arthouse bioscopen. Volgens mij Pathé draait hij alleen in de grote steden. Oh um, ja, 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 Maar de meeste arthouse bioscopen in je omgeving... die hebben anatomie of Verval val. waarschijnlijk nu draaien... Mm -hmm. We um, hem zeker checken. Ik weet nog niet zeker. of hij op een streaming service gaat komen. Het is een indie film, dus um, het is nog allemaal heel erg onzeker altijd. Ja, precies. Maar hij zou hoe dan ook een keer ergens te zien zijn. Maar wil je hem nu zien? Ga naar een auto's, film, disco, zaal. Zeker. Um, Conclusie? Jij? Wat? Uh, wat nee, jij? nee, of ik moet, nee, nee moet, ja, mensen moeten deze film zeker ja. kijken. Want uh, zoals ik al zei, ik dacht dat het een flop was. Ja. I take the, take the L. Ja, jij zit hier nog. Je, als je officier van justitie was, was je weg. Precies, dus, dan zat ik hier niet. Nee, verrassend uh, goede verrassend film. Verrassend goede film. Ja, geweldige uh, acting. Zoals zij, al zei, gew ja, geweldige acting. Ook die continuïteit van uh, die spanning. Ja, uh, van heel de tijd tijd. Je denkt, ze heeft het wel gedaan, ze heeft het niet gedaan, dat soort dingen. Ja, uh, ja laat ik gelijk er een, een, een cijfertje aan plakken. Of, uh, ja, dat mag. Uh, ja, ik, uh, ik, ik, ge ik geef het eigenlijk vier sterren vier sterren ja mm. ik geef het eigenlijk vier sterren eigenlijk ja ik zeg ook uh, vier sterren ja terechte winnaar ook van de pan uh, van 2023, als je kijkt naar wat de rest ook allemaal genomineerd was mm -hmm. um, geweldig acting geweldig uh, directing um, goede verhaal um, toont wel weer aan dat je niet zo heel veel nodig hebt voor een uh, goed nee, ja. Um, ja vier sterren ha dan. <laughs> nee, is er niet. Nee. Ik weet niet of Hakan hem leuk zou vinden. Zou je denken dat Hakan uh, zulke films uh, leuk zou vinden? We kunnen toch? Uh, nee, maar we weten wel dat hij bijvoorbeeld meer van sci-fi en zo heeft. Dat heeft hij meerdere malen verteld. Dat is wel zo. Um, wat zou je denken? Mm. Ik denk niet dat het een type of movie is. Ja. Hij, zou ons, hij, zou, hij zou er um, niet eigenlijk bij moeten zitten. Hij zou, als de, hij, hij zou nu moeten zeggen: van ja, nee, ja, jongens, er ja, klopt ja. helemaal niks van wat jullie zeggen. We, 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 wat zeggen jullie? We moesten uh, gewoon naar de marvels. Ja, juist. <laughs> ja. Nee, um, nee. Volgende film. Yes Volgende film. En dan zijn we nu aangekomen bij Saw, en dan wel de tiende deel van de franchise. Ja. Juk, ja. Ja. Orun, ja, film in één woord. Uh, vernieuwend. Vernieuwend? Ja, vernieuwend, ja. ja. Ja, dat wou ik ook eigenlijk zeggen. ja maar hij ja. wordt afgepakt, man. Oké, okay, dan zeg je wat anders. Uh, disgusting. Disgusting. <laughs> ja, yeah, as always. <laughs> ja, oké. Okay. Vernieuwend en uh, disgusting. Ja, ja, ja. Um, ja, ik had schijnbaar top gezegd. Uh, jij had ook top gezegd. Haken had flop gezegd. Haken, Haken, dat, dat, dat hij flop had gezegd. Hij houdt ja. ook wel van een beetje van uh, dit soort films. Ja, nee, maar ik snap het ook wel. Het is het tiende deel. Ja. Um, dan zou je kunnen zeggen... Um, het is uh, hetzelfde weer. Dus, maar dat was het uh, niet. Maar daar yeah. komen we zo op terug. Yeah. Um, maar waar gaat uh, het tiende deel van Saw eigenlijk over? Uh, we zien John Kramer. John Kramer is back. He is back. And, uh, A.k.a. Jigsaw. A.k.a. Jigsaw. En hij heeft, uh, als ik goed zeg hersenkanker of iets? Hij heeft, uh, de tumor, ja, uh, tumor? Ik moet wel even eerst toelichten. Ja. Uh, de, fr de franchise uh, verhaallijn, dit speelt schijnbaar drie weken af na seizoen 1 en net voor Saw 2. Precies, het is dus we gaan eigenlijk een stap terug uh, in tijd. Uh, ja. John Kramer is nog uh, alive. Ja. Um, en dan mag jij niet vertellen ja. waar het over gaat. <laughs> John Kramer heeft een tumor in, her in de hersen. Hij heeft een hersentumor hersen tumor. Oh. En um, nou, hij is dan voor het ziekenhuis naar het ziekenhuis geweest. En hij doet ook mee met van die praatgroepen. Uh, van die e -E. ja het is geen <lachtgellaf> nee 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 <laughs> -e, e -E setting laat ja, het zo zeggen ja, ja, ja. gewoon om te gaan, mee, om te gaan met uh, de kanker ja gewoon een praatgroep ja precies en doen uh, wij met films ja <laughs> e -e -e -e. <lachtgelöst> uh, in die praatgroep zit er ook een andere man en die komt hij later tegen die uh, die hersteld uh, die hersteld is dus hij ja, zegt ze raken in gesprek bij een klein koffietentje of wat dan ook en hij geeft een tip om, uh, als ik het goed heb, de Peterson Project. Ja. Om daar naartoe te gaan, om daar contact mee op te nemen. Uh, en dat is in Mexico. In Mexico, Mexico. Ja, maar we wel bij vertellen dat uh, Peterson zelf niet meer actief is. En zijn dochter heeft overgenomen. Ja, ja. Want anders zou hij die, die man ook moeten. <laughs> Dan heeft hij ja, hem ook opgelicht. Dat is ja, het. Ja, zo. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Dus hij gaat er naartoe en uh, hij, ja, hij volgt dat traject. En hij denkt dat hij. Uh, hij stelt genezen is. Ja. By the way, maar dan way, Dat vond ik wel uh, gewoon een uh, leuk stukje dat ze die ja. scherm wegdraaien. Oh ja, 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 ja. Nee, dat klopt. Maar. <laughs> maar <laughs> ja, nou, je moet de film kijken om dat te snappen. Wat ja, bedoel, precies. Maar. Uh, maar om niet alles te gaan verspillen, uh, John Kramer gaat gewoon wraak nemen. En ja, hij is gescamd. Ja, hij is uh, En hij komt dat achter. Komt best wel raar ook, hè. Dan, Neem je alles mee en dan laat je die DVD's liggen. Dat is best wel vreemd. Nee. Toch? Ja, nee, ja. Ja, nou, ja oké, okay, ja, klopt. En, dan, uh, en maar hij drukt dus die dvd erin en dan ziet hij die beelden die hij tijdens de operatie op het schermpje heeft gezien. Ja. En dus hebben ze hem geflasht, hij is nooit geopereerd geweest. Klopt. Maar het is eigenlijk een uh, soort van. Een dat heb ik ook best wel raar vond. Hij had een bandage omhoog, je voelt toch, voelt toch iets van stitches of zoiets in je hoofd. En dan ja. doen ze af en aan de reality van hey, fuck. Ze hebben ja. nooit mijn hoofd opengehaald, ja. joh. wat hey, <laughs> verdomme. Ja. Ah, blijft er veel, man. Maar in ieder geval, en in revenge op de hele projectgroep ja. uh, en wie daar onderdeel van is. Ja, ja en, en ik moet gelijk zeggen: uh, heel veel mensen, of ja, heel veel recensies wat ik nu lees, zeggen ze van ja, is het is gewoon weer hetzelfde. so, alleen dan. En voor het is dus echt niet hetzelfde. Zo. Nee, maar bij, nee. je, bij die andere saus was het gewoon echt... Als een film één uur duw, twee uur duurt, dan is het gewoon twee uur lang... Bloed. Bloed, ja. gore, weet je wel? Klopt, klopt. Uh, by the way, het is geen horrorfilm meer. Het is eigenlijk meer een uh, nee. disgusting movie. Nee. Wat, wat ik bij dit de, de de deel zag... Uh, het klinkt raar, want John Kramer hij doet niet echt heel veel goede dingen. Want hij, hij is gewoon... Nou, hij is wel nee. een goede nee. man, toch? Nou ja. Nee. Hij dacht zo... <laughs> I, I, wouldn't, I wouldn't do that if I were you. Maar ja, in ieder geval, je ziet wel een soort van <laughs> menselijke kant van hem. Vind ja. ik. Toch en iets we hebben... meer dan normaal. Ja, dat is wat ik wilde zeggen. Want het is ja. niet hetzelfde als anderen. Want we hebben nu gewoon één uur lang naar een verhaal gekeken. Ja. En uh, de gore scenes waren gewoon letterlijk uh, het laatste half uurtje. ja uh, En dan valt alles een beetje in elkaar. ja uh, We hebben in het begin eentje gezien. Maar dat is meestal zo, tijdens de opening sequence. Ja, ja, ja. Dat was ook, ook een, volgens mij een droom of zoiets. Of althans, uh, een fantasie of zo. Ja, klopt. Want ja, ja, die ja, jongen ja. had uiteindelijk die spul teruggelegd. En dan klopt. Dat ja, 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 ja. is ook wat ik zei van... Uh. I won't do that if I you. Ja. Weet je wel. Ja, ja, ja. <laughs> maar de scènes waarbij het uh, goor was, waarbij de actie is... Ja, ja, ja. Wa waren wel voor mij best wel op niveau. Vond ik. Waren best wel op niveau, ja, ja. Ja, ja het ze was hebben niet, weer, was... Uh, best <laughs> gedaan inderdaad, ja. ja. Um, Tobin Bel. Ja. 81 jaar oud. Um, mooie leeftijd heeft hij ja, mooie leeftijd. En hij, zo zo ja. bizar dat die mensen nog steeds gewoon doorgaan. Hè? De Niro is ook 80. Michael Caine recent gestopt op 90-jarige ja. leeftijd. Ja, maar ik denk dat dat gewoon passie is, man. Toch? Ik denk dat dat passie is, maar ja. ik denk ook wel, kijk, De Niro is wel echt dingen, Michael Kenes is echt dingen, want die, gaan echt, die maken meerdere films, maar Tobin Bell die maakt volgens mij alleen maar zo. Ja. Kan Toben Bell überhaupt wat anders spelen? Als je hem ja, op straat tegenkomt, ja, zeg je, hé, hey, dat is Tobin Bell, of zeg je, hé, hey, dat is Jigsaw? Ja. ja, maar dat heb ik ook... Het is net als met uh, dingen, toch? Met die onvoldoende. weet je wel, waar we toen al ja, ja, waren Er waren ook mensen die klopt. kritiek op ons hadden. Die zeggen van, uh, ja, volgens mij weten jullie niet wie hij is. <laughs> ik weet wel wie hij is. Maar voor ja. mij doen... Ik ken hem precies. alleen van Ja, ik ken ja. hem wel van meer. Maar ja, voor mij ja. is het, als ik hem zie, dan denk klopt. ik onvoldoende. Ja, maar dat heb ik ook precies met Robin At Atkinson al. Ja, Mr. Bean. Mr. Bean. Ja, ja, die speelt straks ook in Wonka. Weet je wel, hoe ja. serieus kan ik dat nog nemen? <laughs> als hij twee woorden te veel zegt, dan denk ik alweer ja. van... her <laughs> Bean. <laughs> nee. nee, maar ja, dus dat. Uh... Wat, 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 heb je een scène bijvoorbeeld dat. Uh, dat, dat meest bij je bleef of het meest vieze was? <tie> Weet je wat ik vies vond? Die. die, uh... die met, met die darm. Met die darm? Ja, dat ze het gebru gebruikt als uh, touw. Als touw, ja. Ja, dat vond ik echt vies, man. Ja. Ah, ze is wel een. Uh, egoïstisch-narcistisch klootzak, die vrouwtje. Ja, ja, ja. ja. Uh... Klopt. Dus ja, die boeit dat allemaal vrij weinig. Die zit ja. de rest ook gewoon aan te moedigen. Kan af ja, je ja, lekker ja, kan ja. je like. Dat was ja. best wel nasty ook hè, hoe die beenderen afviel. Ja, afvield, klopt, klopt. Ze hebben wel hun best gedaan. Ja, nee. Maar wat het ook voor mij een beetje gaande hield, was ook dat in één keer de rollen werden omgedraaid. Ja. Toch? Ja, ja, ja. ja, ja. ja dat, dat vond ik ook wel. Maar wat ik wel dan bijzonder vind, uh, is van, ik vrees niet, soort van. Ja. Want Jake zou Jigsaw niet zijn als er weer een grote goocheltruc achteraan komt. Juist. Uh, <laughs> ja. ja, en dan spoil ik iets? Nee, waarschijnlijk niet. Nee, nee. Want dat nee, is altijd nee. zo. Nee, klopt. Ook bij Saw 1, weet je wel. Die dead guy staat dan in één keer op en dan loopt hij eruit en zo. Ja. <laughs> en dan bij die andere, uh, weet ik veel, uh, denk je die is dood. En dan denk je, wat verhaal is gedaan. En dan blijkt hij dan niet te zijn. En dan staat die arts of die, die dingen uit aflevering 1, die staat dan op. Uh, <laughs> en die blijkt dan achter alles te zitten. Weet je ja, al, dus ja, er is altijd ja, ja. een einde grote plot twist, een goocheltrucje. Ja. Dus dat ja. is eigenlijk wel een beetje doordacht al. Dus je nee, kan klopt. het ook al verwachten wat wat er uiteindelijk gaat gebeuren, ja, ja. maar ja, in principe die man die had wel zijn leven kunnen redden, want als je gewoon de regels volgt van Jigsaw... dan gebeurt er niks, nee, klopt. Uh, ja. Want hij zegt op een gegeven moment: van De uh, uh, man met de gun, no guns, ja, uh, yeah. en uh, dan pakt hij alsnog die gun en dan gaat hij probeert hij haar te redden, bla bla bla. bla. Ja. En dan krijg je een flashback te zien waar Amanda zei: She's eventually going to murder you. Mm. En dat is wat er gebeurde dat zo, ja. toen, uh, toen die gas, uh, dingen was. Uh. Ja. Dus ja, uh, in principe, zoals ik zeg, als je gewoon volgens de regels speelt, dan is het geen probleem. Klopt. Je moet wel een beetje pijn lijden. En in principe, mm -hmm. hij vermoordt niemand. Ze doen het allemaal zelf. Ja, wat die Amanda <laughs> zegt, weet je wel. They die by choice. Ja, ja. <laughs> ja, are you willing to live? Ja. Dat is het. Maar uh, je hebt het net over Amanda. Dat is ook, uh, je ziet er ook echt zo'n, ja, hoe zeg je dat, zo'n... Uh, Mentor-leerling-relatie. Ja, Amanda heeft ook ja, vastgezit in de trap. Hè? Precies. Zij is, zij de, is zij bekende, het Zij is de bekende gezicht met die uh, ja. helmdingen. Ja, ja, ja. En volgens mij ook is so 2, was hij dat niet? Die, uh, met die needles. Mm. Is dat zo lang geleden dat ik zo 2 heb gekeken? Ja, ja weet ik het eigenlijk niet ja. meer. Maar maar, ik, weet, maar, maar, ik kan me nog uh, wel herinneren, vroeger, echt waar, uh -huh. ik had zo'n paar klasgenoten en zo. Ja. Uh, we keken echt volgens SA 1, 2 en 3. We hebben zo vaak gekeken. De hele tijd die band erin. En opnieuw kijken. Thuis kijken. Ja. Dingen kijken. Ja. Ik vraag me dan wel af. Ziet de nieuwe generatie saw zoals wij SA zien? Hmm. Uh, wij kijken echt weer naar zo'n legendary franchise. En ik denk dat misschien de nieuwe generatie er helemaal geen fuck om geeft. Ja, maar maar voor weet, ons is het wel iconisch. Ja, maar weet je. Het was toen de tijd ook gewoon verfrissend en nieuw. Zeg maar. Ja, okay. toch? Ja. Tot. tot, tot Deel 8 of zo. Precies. Tot deel 8 was het vervreemd. Ja, maar intussen, tot deel 8 zijn er ook weer talloze andere films gekomen. Ja. Tot ja, ja. deel Nee, maar ik weet niet of de nieuwe franchise ook uh, ja, zoveel, zoveel dingen gaat hebben voor die, voor die film. Ja. Maar denk je dat Amanda het ooit gaat overnemen? Hè? Uiteindelijk, John Kramer gaat een keer dood. Ja, ze hebben wel volgens mij geprobeerd om John Kramer een beetje uit te krijgen, toch? Met die vorige franchises en zo. Die Spiral mm. en oh, ja. weet ja, wat en klopt, zo. Dan dan ging het niet meer echt om dingen zelf. Ik, ik weet ook even niet meer of hij erin zat, überhaupt. Maar mm. het ging niet meer echt om hem. Nee. Um, maar ik zie dus Amanda al... wel als een soort van opvolger. Ja, en Tobin Bell is eigenlijk 81, 81 80. dus ik weet niet of hij nog heel lang gaat volhouden. En Amai. willen ze die franchise uh, dingen doorzetten. Ik vind die, 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 die marketing van hun wel leuk. Dat ze die TikTok trends doen met die pop. Zie je die pop zo. Die uh, vrouw dan. G. Nee. Wat is het? I. T. G. R. L. S. <laughs> en dan zien we hem zo dansen. Doof, ja, ja. Just text me. <laughs> <laughs> ja. Maar je had het net over marketing. Uh, de terugkerende marketing van Lionsgate. Ja. Uh, die bij elke film van Saw uh, terugkeert. Is de, de Saw Blood Drive. En dat is echt. Uh, dat doen ze echt goed. Want. Um, de Blood Drive? Ja, ik ken dat niet. Nou, de, dat moet je wel even toelichten. Ja, ik. de Saar Blood Drive is. Uh, elke keer als er een uh, film van Saar aankomt, ja, dan. Um, in samenwerking met het Rode Kruis. Lionsgate. Oh, nou, dat is wel. Oké, okay, ik ja. weet al waar je naartoe gaat. Ja, dan. Ja. Kun je je bloed doneren? Ja, dat is wel nice. En... en die gebruiken ze dan in de film? Nee, nee, nee. Nee, maar als je je bloed zeg maar, doneert. krijg je vrijkaartjes voor de film. Voor de film, maar dat is ja. wel super tof, man. Ja, ja. ja. Uh, pet je af dan voor Lionsgate? Ja. Uh... En dan uh, altijd, uh, is er altijd een hele mooie poster. maken ze. en dan uh, staat er altijd slogan: Bleed for me. <laughs> ah, ja, ja, ja. Nee, dat is wel nice. <laughs> ja, 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 ja. Uh, ik denk dat we alles over gesproken ja. hebben toch? Als we kijken naar de cijfers, 7.1 op uh, IMDB, ja. uh, 80% op Tomatometer. Audience score 89%. Bij Tomatometer is bijna alles 100%, dus dat... <laughs> uh, Letterboxd is 3.3. Ja. Uh, Meesa uh, conclusie en rating? Um, of moeten de mensen de film kijken? Die kun je er gelijk achteraan plakken dan? Nee, het ja, nee, ja, moeten de mensen de film kijken, zeker. Ja, ja, ja 100%. Ja, ja, ja. Uh, de conclusie van mij... Het uh, brengt de franchise weer tot leven. ja Dit uh, is verfrissend, het is... Uh, niet dat standaard, zoals we zoals je net in het begin zei, twee uur lang, uh, dat uh, blue, maar blue, gore, blue, blue, gore ja, weet je wel. Ja, ja, ja. Dus, uh, en uh, zoals ik al zei, een keertje rollen omgedraaid. En de menselijke kant van John Kramer, uh, ik ga voor drie en een half sterren. <laughs> dat is net alsof je op mijn papiertje meekijkt. Ik had ook drie en een half sterren. Oh, <laughs> voor de duidelijkheid, ik heb daar niet gekeken. <laughs> nee, 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 maar uh, dat geloof ik nee, ook nee, wel. Ja. <laughs> um, ja, ik heb ook drie en een half sterren, maar het was uh, vernieuwende saw. Um, ja. We zien uh, ja, niet ja, dus zoals ik zeg, heel veel mensen zeggen het is hetzelfde. Ik vond het echt niet hetzelfde. Nee, ik vond nee, echt nee. de eerste uur was een heel ander look and feel. Het ja. um, was gewoon echt een verhaal, storytelling. Uh, cool. ja, sommige dingen zie je wel weer terug. Dat, 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 dat uh, koele blauwe of dat felrode wanneer het wat warmer wordt. Dat zijn bepaalde ja. dingen dat bij de film ja. hoort. De flashbacks, dat je zo'n witte flash ziet en zo. Ja, dat ja, zijn ja, gewoon ja. key elements van de film. Maar, Klopt. Um, voor de rest, ja, de eerste uur heb je gewoon echt naar de storytelling gekeken. zonder dat er heel veel doden vallen. Ja. En dan later inderdaad is het gewoon een revenge op wat er allemaal vooraf is gebeurd. Zo, ik sluit de ja, microfoon ja. bijna. <laughs> <laughs> uh, wat er allemaal is gebeurd. Dus uh, ik heb ook 3,5 uh, al zelf van Saw. Star, Star. Uh, en mocht je een van de, de oudere luisteraars zijn. Um, en je bent opgegroeid met Saw, gaan we zeker checken, man. Ja. dit is uh, okay. een soort van een uh, revival van de franchise. Uh, ja. Want het was eigenlijk best wel gedaan ook met Saw. Ik heb volgens mij na 5 ook niet gekeken. Ja. Um, dus dat. Ja, en persoonlijk zelf denk ik van... Uh, ik hoop dat er nog meer delen van zou nu, komen. Ja. Nu, nu ik dit heb gezien. Ja, alleen dan wordt het wel complex. Misschien moet je gewoon helemaal loslaten en dan opnieuw beginnen. Want anders ga ja. je dan zeggen van... Dit is deel 11 en dit valt tussen deel 1 en 8. En, dus ja, en zo. precies. En dan, voor 3,5 ja. en, en plus 5. Ja. Nee, de tiende deel kon ze ook ja. beter 1,5 of zo noemen. Als het ja. toch tussen valt. Um, dus dat. Um, ik wilde bijna zeggen laten we naar de snacks. Maar die haak is er niet. Dus we hebben geen snacks deze week. Nee. Um, <laughs> laten we door naar de volgende film. Killers of the Flower Moon. Uh, lang verwachte yes. film van Martin Scorsese. Let's ja. go. Killers of the Flower Moon. Uh, de tiende film van uh, Martin Scorsese en uh, Robert De Niro. Waar ze samenwerken. De elfde. Wow. Uh, als je een short movie meetelt. Uh, ja. Van uh, een paar jaar geleden. 2015, volgens mij. Um, dat is, ja. wel, dat is uniek, man. Een film in één woord. <laughs> Lang. Nee, <laughs> nee uh, fantastisch. Fantastisch. Ja, 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 ja. Um, oh, ja. Ik vind hem lastig. Ja. ja. Het is wel echt goed. Maar ik ja, ja. fantastisch. Ja. Um, een film, film van het jaar, vraagteken. Ik ja, gebruik niet ja, één ja, woord, ja, maar ja, ja, een ja. film van het jaar, vraagteken. Ja, ja, of uh, w, w Apple. Ja. Is wel zo. Want dat is een ja, Apple-film. Ik heb een paar weken over Apple en binnenkort komt ook Napoleon uit. Dat is ook sowieso een van de films van ja. het jaar uh, samen ja. met Oppenheimer. Uh, ja. Apple U, for the win. Um, ja, de film in één woord. Uh, top of flop? Hakan zei top. Ik zei top. Jij zei ook top. Um, ja, wat heb je anders verwacht? Um, het zijn gewoon grote namen. Um, Scorsese. Dus uh, dit, dit, Lily Gladstone, uh, Leonardo DiCaprio. Uh, dit, is <laughs> dit, is, dit is gewoon Champions League niveau. Dit is gewoon Champions League niveau. Ja, inderdaad. Ja, 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 <laughs> ja, 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 ja. En dan gewoon uh, spelen tegen, uh, weet ik veel, uh, Zagreb. Weet je wel, gewoon dat. <laughs> nu doe je Zagreb tekort. <laughs> nee, nee jongen, Zagreb heeft bij Ajax gescamd jongen. Ik mag dat niet. Nee, maar uh, buiten voetbal om. Uh, dit is uh, weer een geweldig film. Ja, wat, mm. waar gaat de film over? Um, Killers of the Flower Moon is gebaseerd op een boek van David Gran. Mm -hmm. Um, het gaat over de stam um, Die hebben grond waar olie uitkomt. Ja. Uh, de Witte-Amerikaan die trekt in, uh, maakt deals, uh, verdient eraan. Alleen langzamerhand uh, gaan de mensen dood van de stam? Ja. Um, op een mysterieuze wijze. Op een mysterieuze wijze. Ja. Uh, er wordt geen onderzoek gedaan. Um, ze verdwijnen en iedereen heeft de baat bij. Um, uh, tot op een gegeven moment uh, Lily Gladstone zelf uh, naar de president stapt en zegt van ja, onze stam uh, ja. Gaat, blijft maar doodgaan. Um, er wat aan doen. Maar in het begin staat er ook, weet je wel, uh, Huppel the Pub passed, uh, no uh, yeah. passed away, no research. DD passed away, no research. Ja, Op een gegeven moment komt de Federal Bureau of uh, Investigation komt langs, dus de FBI. Um, en dan wordt onderzoek gedaan. En uh, ja, wordt de moordenaar wordt uh, opgezocht. Uh, yeah. In dit geval weten we wie dat is, maar dat kunnen we nog niet zeggen. Nee. Um, ja. Wat valt er nog over te zeggen over ja, deze hele de... goede film eigenlijk? Ja, ik wil eigenlijk beginnen over... Uh... Laten we ja, een stuk opdelen dan. Ja, Tel. want de film duurt 3,5 uur. Ja. Uh, ik hoor heel veel mensen op internet zeggen... Is het te traag? Is het uh, langzaam? Uh, uh, Doet het lang? Had het één uur kort te mogen zijn? Ja. Had je zelf moeite mee? Ik, uh, ik heb eigenlijk uh, volgens mij één keer om horloge gekeken. Uh, hmm. ja. En dat was uh, twee uur in de film. En dan voordat ik het wist was het al afgelopen. Ja. En uh, ik vond het helemaal niet traag. Ik denk degene die zegt dat het traag is. Dat, ja, het is wel traag. Oké, okay, dat wel. Maar ja. uh, dat je zegt te traag, dat vind ik bullshit. Ja. Um, Martin Scorsese is een regisseur dat gewoon van way back komt. Ja. Um, dat hij geen snelle films maakt, kan ik ook wel begrijpen. Mm, um, ja. hij, heeft een bepaalde, hij is met bepaalde films is hij opgegroeid. Ja. Um, en uh, dat zijn een soort van zijn leerscholen geweest. En uh, dat, dat hanteert hij op, dit, op deze manier of op ja. dit moment. Um, dus deze film was misschien niet te traag, misschien willen de mensen alles veel sneller, sneller, snelst dat is het. tegenwoordig. Weet je, als ze zien drie uur, drie en een half uur zelfs. Schrik je van? Ja. Schrik je van? En dan denk je van, ja, misschien is het een film met drie van de drieënhalf uur misschien twee uur actie of zo. Ja. Weet je wel? Dat, maar dat is het niet eigenlijk. Nee, maar ik, ja, mensen zijn sowieso, ja, kan ik, ja, mensen zijn sowieso verpest. Ja. Ja, gewoon, die, gewoon die spanningsbogen. Ja, door de hele de, de TikTok en ja, zo. Ja, zeker, ja, zeker. TikTok ook. Het, als je kijkt naar de tabellen en zo, het is gewoon letterlijk de eerste vier seconden kijken ze en dan is het niet interessant. Scrollen ze door. Misschien. Terwijl dat eigenlijk, als je twee tellen langer kijkt, veel interessanter iets kan zijn voor jou. Ja. Uh, maar klopt. die spanningsboog is er niet meer. Uh, de mensen zijn nu ook zo gewoon door die hele tiktok systeem zo gegenereerd dat zelfs TikTok en zo problemen hebben met watchtime op advertenties waardoor ze zelf niet genoeg geld binnenkrijgen met advertenties <laughs> ja, van mensen ja. die hebben die spanningsbogen niet eens meer ja. om advertenties te kijken ja. maar bedrijven spelen dan volgens mij ook wel een rol in en, en nee nee is niet de rol maar ze spelen er wel op in want als je opent een filmpje dan is het gelijk bam, bam, gewoon eerste, ja 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 de eerste paar dat, seconden dat, moet altijd ja. gewoon ergens, ja 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 zo'n vier seconden moet echt dingen zijn ja en ik denk dat dat de oorzaak was dat heel veel mensen zeggen is te traag en, is het traag? en dat kan ik aan de ene zijde ook wel begrijpen je ja, leeft ja. in een modern day era maar aan de andere kant die man komt 70, 80. En er zijn leerscholen heel anders dan de leerscholen van vandaag de ja, dag. Ja. Tegenwoordig, als je op TikTok en zo kijkt, is het allemaal gewoon flashy edits en zo. Ja, ik uh. persoonlijk moet daar niks van hebben. Nee, nee, dat um, nee, klopt. Ja, je hebt gelijk. Maar ja, er zijn mensen die dat graag willen zien. En ja, oké. Okay. Dan ga je niet naar de film van mij. Nee, 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 precies. En volgens mij is Wolf of Street wel wat sneller in cuts en zo. Maar ik vind dat ook een heel andere setting. Want dat is gewoon wat een snellere lifestyle in een moderne dag. En die Osai-stam stamt al van de 1920-jaren. En dat is niet zo'n flashy lifestyle. Dus ik vind die pace van Killers of ik prima voor wat het is gemaakt. Maar ondanks dat het zo'n lange film was. Het viel me wel op. Het was wel. Uitverkocht waar we zaten, man. Het was uitverkocht. Het ja. was gewoon uitverkocht. En ik weet niet, ik heb niet goed opgelet hoor. Maar best wel veel oudere mensen. Kan dat kloppen? Um, Boven, ja. Bo Toch? Ja, ja, ja. Zegt dat ook niet iets wat? Ja, dat is. Nee. Uh, nee, maar mensen die weten ook ja. uh, dat beide regisseur en acteur 80 jaar oud zijn. En dat dit ja. misschien de laatste is, ja. ja je weet het maar nooit. Ja, nee, dat klopt. Hierna komen er twee films aan van. Uh, Martin Scorsese nog, maar volgens mij is Robert De Niro er niet bij betrokken. Ja. Dus uh, volgens nee, mij daarom uh, waren het heel veel oude <laughs> mensen. Nee, maar ook gewoon, ja. Dingen is gewoon een, een, een regisseur van, van vroeger, weet je wel. Ja. Mean Streets, uh, New York, New York, King of Comedy, um, Goodfellas, ja. Taxi Driver. Dus uh, ja, dat zijn dan ook mensen die dan van deze meneer naar de bioscoop gaan. Klopt. <laughs> ja, ja. Maar wat, wat een acteerwerk van DiCaprio. Um, ik ik vond yeah. hem echt. Ja? Ja, 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 ja. <laughs> ik vond ja, ja, echt. Vind, ik vind hem misschien wel een van zijn uh, best performances uh, ja. ooit. Ja. Uh, hij is wel de perfecte guy voor rage en uh, racism. <laughs> ja. Dat zei ik ook al tegen jou <laughs> ja, tijdens de <ik> film. <laughs> hij zat hier ook weer. Ja, zat hij zo. Uh, uh, your fucking uh, voodoo people. En uh, mm, dan deed hij yeah, zo yeah. dat. Oeh, dat deed hij. En you believe in your herbs and shit. In your yeah. weird ghost and stuff. En dit en dat en zo. En zo. Dan ging hij even ragen Hetzelfde deed hij ook bij Django. Die N-board die hij altijd dropt en zo. Ja, dus dat. Ja, en raging perfect ook gewoon voor hem. Hoe hij altijd raged en zo is ook bij, bij Wolf of Wall Street. Oh, ja, en zo, ja, 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 die klopt. helemaal gek wordt en snuift nee. en dit <laughs> en dat. En zes uh, en zo. Ja, ook over Wolf, over Wolf of Wall Street gesproken. Ja, laatst was ik op uh, internet en er was een nieuwe uh, GQ interview tussen uh, Chalamet en. Uh, Martin Scorsese is ja. wel leuk, Jong versus oud, soort van. Maar oh, je ja. ziet ook dat die jonge, jonge, hij is best wel jong nog hoor, die Chalamet, maar hij heeft geen fuck te vertellen tegenover <laughs> Martin Scorsese. <laughs> yeah. Hij vertelt, hij zegt ook altijd picture. Dat is zo'n mooi, hij is echt ah. gewoon net zo'n oude guy, weet je wel. Hij zegt geen yeah. films of movies of, of dit of dat. Hij zegt altijd: I've seen your picture, zegt hij altijd. Ah, ah, dus ja, Maar ja, dat ja, is gewoon ja, een ja, beetje ja. dat oude dingen. Ja. Um, maar hij heeft ook, zoals ik zei, die Chalamet die heeft geen fuck te vertellen daar. Dus die <laughs> Martin Scorsese die vertelt altijd uh, en hij luistert, soort van uh, als een, als een. Ip Man en Bruce Lee, weet je wel? Hij lijst naast een sensei. Yeah. <laughs> en, um, maar daar vertelde hij dus: ging het een tijdje ook over uh, de, de, de Wolf of Wall Street? Mm. En um, dat uh, mensen kritiek hebben op dat hij uh, de houding van Jordan Belfort in de film niet heeft uh, bestraft, soort van, dat er toch mm. te goed uit is gekomen. Oh, op die manier, ja, ja. En, ja. Uh, en daarop heeft hij te zeggen, it's beyond boring. <laughs> mm. Ja, weet je, yeah. ja, either you like it or you don't. Weet je, dit is, het is zijn film. Hij bepaalt hoe iemand neergezet Klopt. wordt in een film. Ja. en ja, Of je houdt ervan of je houdt er niet van. Ja. Hij is degene die de film maakt. En de film ja. heeft, best goed, heeft misschien wel zijn best scorende film. Ja. Uh, qua financiën en zo. Ja. Uiteindelijk Jordan dus, uh, Belfort heeft ook een uh, straf opgelegd, gekregen, toch? Ja, ja, nee, maar in de ja. film wordt hij niet echt zo ja, neergezet. Okay. Hij wordt echt als een held neergezet. En ja, daar ja, hadden ze critics ja. alle dingen tegen. Nee. Maar het is dus zijn film, hij bepaalt. Uh, en you like it or you don't. Um, maar, maar dezelfde was ook met dingen, toch? Um, met Raging Pool mm. uh, ging ook over mm. Jake Lamora. Yeah. Ja. Ja, kijk, over pak je pak je voordeel mee, weet je wel. <laughs> Jake Lamora die was in het begin <laughs> ook tegen die film. Hij yeah. zei van, uh, ja, ik word hier verkeerd dag liggen gezet. Ja. Bla bla. Yeah. Yeah. En niet dat ik er bewust bij was of dat ik het heb meegemaakt. meegemaakt. Dus nee, dat nee, lees je nee. allemaal. Ja, nee, lees je al. Oh, okay. ja. <laughs> maar uh, daar zei hij ook van, ja, ik word de, de, als een qua jongen neergezet. Dat ik mijn vrouw elke dag slaap. En dan later heeft hij wel gewoon een soort van zelfreflectie. Mm. Uh, ze mm. van, ja, klopt wel. Ik was best wel fucked up. <laughs> ja, nee, maar het is gewoon hoe een regisseur jou neerzet. Ja. Kijk, daar heeft hij hem bijvoorbeeld wel gewoon echt neergezet hoe hij was. En dat werkte perfect voor die film. En mm. bij Killer Wolf of Wall Street heeft hij hem... Ja, als een soort van held heeft hij hem neergezet. Hmm. Um, en dat werkt daar weer prima. Ja. Uh, want de cijfers liggen niet uh, in dit geval. Uh, uh, ah, Terugkomend op de film. <laughs> <laughs> dit was even uh, een zijpadje <laughs> Ja, ja, ja. ja, ja. Um, the White Man uit de film. Um, ja, weer altijd een probleem. En wat was er met, uh, met alle vliegen? <laughs> echt? We, we, volgens mij waren wij de enige twee die de hele tijd om moesten ik lachen. Ik moest de hele tijd om lachen, ja. Ja maar, ja. Ik, hij, <laughs> ja, maar ik had op een gegeven moment ook echt van: Ja, ik zit de hele tijd zo. <laughs> en ik hoorde niemand lachen, maar hij was de hele tijd zo'n vlieg. Weet je wel? Ja. Zo. Hij stopt hem bij zijn oor en dan slaat hij ze voor zijn, <laughs> voor zijn uh, oor. Weet je yeah. al. En dan stopt hij op zijn voor of slaat hij zichzelf op de voor Ja, maar ik had ook... Volgens mij bij één zo'n scène was het gewoon best wel... Ja, niet spannend, maar gewoon... Je moest je aandacht erbij houden. Ja, bij zijn deathbed. Ja, hij ja, was zijn... nog niet echt death maar gewoon bij een, een Ja, ziekebed, precies. Uh... Gewoon het, het moment was gewoon raar gekozen. Dat hij in één keer... Ja, 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 maar ik denk dat dat een metafoor is voor panisch zijn. je dat Want hij werd in een nauw no in het gesprek en oh, ja, 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 uh, ja, ja, ja. een beetje een lastig moment. Want nee, hij, ja. hij deed wat extra's in die insulines buiten. Um, hmm. Maar dat was een lastige keuze. En dan doet hij goed, doe, doe ik het goed, doe ik het niet goed. dan ja. slaat hij voor zijn hoofd. Ja. En dan later, bijvoorbeeld, bij het bureau, wordt hij ja. ondervraagd en zo. Weet je ja. wel. Ga je biechten, ga je niet biechten? En ja. slaat hij zichzelf weer voor het hoofd. Ja. Dus, ja. dus ik denk dat dat een beetje dat panisch gedrag van ja. hem een soort van ja. metafoor daarvoor is. Nee, dat klopt. Um, maar, <laughs> maar, maar, maar Ernst, die uh, Caprio, Ernst. 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 <laughs> is hij nou gebruikt eigenlijk. Achteraf gezien? Ja, ja, zeker. Hij is gebruikt. Ja. Ja, ja, ja. Want wat er in die insuline zat, uh, dat wist hij volgens mij. Heb ik die dat hij wist ja, ja wist? wist hij, wist, hij, wist hij. Maar hij is heel erg naïef. Ja, dat hij is, is heel erg naïef. Ja. Uh, ja. Dat zie je ook de hele tijd in de film. Um, ja. Eén keer wordt hij overtuigd door zijn vrouw en de andere keer wordt hij overtuigd door zijn oom. En als je gaat kijken onderaan de streep, zijn oom, heeft, zijn oom heeft helemaal geen fuck van hem gedaan. Nee, klopt. Dus maar... um, ja en ze hebben gebruik gemaakt van zijn naïviteit uh, ja. samen met zijn broer. En zijn broer die ja, hij heeft daarna alles verloren. En aan het einde, <laughs> of het einde komen ze over terug, maar aan het <laughs> einde zegt hij van ja, ze hebben samen, hebben ze in een trailerpark, ja, hebben ze gewoon de Fairfax. Ja, ja. Fairfax is ook, by the way, een animatieserie op uh, Amazon. Ik weet niet of dat iets met die torpje te maken heeft, oh, dus ik cool. heb er nooit gekeken, ja. maar um, dus dat, ja, zijn broer is ook eigenlijk best wel schuldig, want zijn broer die deed het bewust en ze hebben hem echt gewoon gebruikt ja. en ja, hij is ook wel erg naïef. En die Lily Gladstone, by the way, geweldig. Checker. Hoe zij een rol heeft vervuld. Ja, ja, ja. Allemaal. Ja, ja. Maar zij springt echt bovenuit. Ja, ja, uh, zeker waar ook wat de critics zeiden over uh, hoe goed zij uh, in de film eruit komt. Ja, um, ja en op het einde. Um, het was een beetje abrupt. Gewoon in één keer plots uh, on stage. Ja. Hoe oh, ben creatief. Aan ja, de andere ja. kant denk je van ja hoe lang kan je nog doorgaan met het verhaal. Ja, jij, uh, ja. Een, wat, wat, wat er daarna allemaal is gebeurd, is ook niet zo heel erg bulle dingen. Mm. Je had ook gewoon voor kunnen kiezen dat je tekst uh, op het scherm plakt. Zo van, uh, ja. van 1922 tot 1948 ja. leefde hij ja, ja, ja. nog langer, gelukkig. <laughs> dat had gekund. Maar dit vond ik best wel leuk. Nee, op zich was het ook gewoon een soort van goed getimed. En ik bedoel, we konden nog twee uur lang doorgaan. Ja. Heb ik het idee. Ja, 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 ja. Gewoon met de informatie die er achteraf kwam. Van ja. Dat die trailerparken zo wonen, dit, uh, dat, dat. Ja, maar dat is ook zo. Dat je ook gewoon die tekst kunnen doen. Ja. Van de best wel een creatief uh, ook. Ja. Uh, hoe ze die. En Mordi komt even op beeld, in beeld. Maar dat is altijd, toch? Nee, niet altijd. Nee, niet altijd nee, 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 okay. Maar dit vond ik wel dingen. Ik vond het, ik vond het, ik vond het bijna scherm knuffelen. Nee. Ik vind ja. echt, echt een lieve man. Dat is, is echt een, een lieve man. Li ja, lieve opa, toch? En lieve opa. Maar zo'n foto. Achter ons, achter mij. Oh shit. Ja, ja. Uh, maar uh, ja, het einde was uh, op die manier. Ik heb oh. ook gelezen dat ze voor die film. Um, mm -hmm. Het klinkt, ja, je, je verstaat het niet, maar de Osage-stam wat ze dus spreken, ja. de, de taal, um, daar hebben ze er dus schijnbaar echt bij heel veel belang in gestoken. Ja. Um, ze wilden de taal wilden ze, um, perfect in de film. Dus ja. ze hebben heel veel gewerkt aan uh, uitspraken ook, en ja. accenten. En de taal hebben ze geleerd. Ja, niet letterlijk geleerd, maar wat ze moeten zeggen nee, hebben ze precies. allemaal geleerd. Uh, veel beter dan bepaalde ja. dingen wat uh, bijvoorbeeld uh, Celine Murphy deed uh, in het Nederlands. Ja. Ja, wat <laughs> ja, heb je dat Nederlands <laughs> van Silly Murphy in een Oppenheimer begrepen? Ik mich mag, maak, moogmerk. Wat was dat? Ik meer Duits. Ja, precies. Nee, maar wat je zegt, ik geloof wel in de zin van uh, Scorsese wilt het wel echt, gewoon die facts, gewoon echt straight ja. hebben en gewoon echt perfect. Dus ja. dat is wel nice dat ze hebben gedaan. Dat, gewoon ja. die, dat ze die moeite doen, weet je wel? Ja, ja. Dat is wel ja. vet. Ja, en dit is uh, een lange film, niet de langste. Op drie minuten na. Want hmm. uh, Irishman staat op 3 uur 29 minuten. Ja. En uh, Flower Moon staat op 3,26. Ja. En dadelijk op bovenal staat het op drie. Ja. Maar even de killers the Flower Moon. Um, film van het jaar? Ja, een van de films van het oh. jaar. Ik ga niet over oordelen. Gelukkig hebben we mensen die. Uh... Nee, tuurlijk, maar we kunnen erover <laughs> er praten. Waarom um, niet? Ik weet het nog niet. Ik moet Napoleon ja? zien. Ik heb ook echt hoge ja. verwachtingen van Napoleon. Ja. Uh, van Riley Scott. Hé, uh, hey, by the way. Hoe heet die god van die dingen? Van osage-stam nou dan? Ja, ik hoorde de hele tijd Wakanda. Oh ja, klopt. Ja, dat ja. zegt ja, ja Heeft ja, dat iets ja. met uh, Disney's Wakanda te maken? Ja, maar misschien... Nee, nee nou, dat ja, denk ik niet. Nee, denk ik niet. nee. nee. ja schrijf ik iets anders. Maar ik, ik verstand het Wakanda, Wakanda. Ja, een beetje vreemd. Misschien, ja. Nee, maar ja, het is wel een goede film. Niet, niet. Martin Scorsese is beste man. Volgens me, voor uh -huh. mij is Martin Scorsese uh, Goodfellas mm -hmm. sowieso super nice en uh, Taxi Driver sowieso. Eén is Taxi Driver. Ja, yeah, oké. Okay. Yeah, yeah. Taxi Driver is ook gewoon zo perfect voor deze <laughs> tijd nu gewoon, hè? <laughs> ja, want uh, heb je Taxi Driver wel eens gekeken? Lang geleden. Ja, lang ja. geleden. Ja ja. 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 ja, ja. Taxi Driver heb je. Travis Bickle. En dat is eigenlijk een, uh, een man die uh, eenzaam is in een grote stad. Mm. En het is uh, vandaag de dag nog relevanter dan ooit. Uh, want ja. uh, die gast is eenzaam in de stad. En hij wil een soort van superheld spelen. Mm -hmm. En dat is iets wat we vandaag de dag ook heel vaak zien. Ja. Uh, iemand die met een fakkel uh, voor een politicus in huis gaat staan. Ja. <laughs> of of uh, ja, 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 een aanslag ja, ja. wil plegen ja. op iemand uh, ja. in de naam van uh, ja. rechtspolitiek, linkspolitiek. Ja, uh, dit precies. of dat. Ja. Dus uh, gaan we zeker checken, man. Misschien zie je zelf erin terug. <laughs> Ik wacht wel even. Nee. Nee. <laughs> Travis bikkel. <laughs> nee, maar sowieso. Killers of film is wel hoog lijstje. maar ik denk nou. niet de beste van Martin Scorsese. Nee, dat niet. Nou. Um, moeten de mensen de film kijken? 100.000 procent. Duizend ja. procent. Duizend procent. Nou ja, graag uh, in IMAX. Maar um, mocht je geen tijd hebben om naar de bioscoop te gaan, volgens ja. mij draait hij op drie weken op Apple TV Plus. Apple uh, is goed bezig, hè? Apple is uh, ja, goed bezig. W Apple. Ja, en wat binnenkort ja, Napoleon ja, ja. ook, en dus is ook van Apple. Ja. Dus ze uh, zijn goed bezig. Um, ik denk dat we alles hebben besproken. Als we kijken naar de cijfers. Uh, op IMDb 8,7. Toen meter 95%. Zoals ik zeg. Is bijna altijd 100%. Ja. Uh, audience score 84. En Letterboxd 4,1. Ja. Um, Conclusie en rating. Conclusie rating. Um, de mensen moeten deze film zeker kijken. En gewoon over je heen laten komen. Zeg maar. Want ja. Dit is gewoon echt. Ja. Champions League-niveau. Zoals, <laughs> <eerder zei. laughs> zoals ik al zei. En ik. Ja, ik strooi niet altijd met hoge cijfers. Dat weet je. Dus ja, ik, ja, ik ga wel voor de vijf sterren van de vijf, van de vijf deze keer. Jij hebt mee, mij de a gekeken, jongen. Ik kan niet anders, Ik heb ook vijf sterren, man. Oh. <laughs> en ik denk dat ik bijna niks hoef toe te lichten, man. Want nee. dit, dit is gewoon echt een... Uh... En mensen moet, moeten deze film gewoon echt kijken. Ja, goeie script. Ja. Uh, goed muziek. Muziek is een beetje verrassend. Je zou heel veel soort dingen verwachten. Maar het is juist ja, weer niet... Ja, je gaat nu ook niet ritmes naspelen. <laughs> Maar het is een beetje het tegenovergestelde van wat je hebt verwacht, maar het, het past, het ja. werkt. Um, ja, voor de rest de acting, geweldig. Geweldig, ja. Setup enzovoort, allemaal hartstikke goed. Um, maar ja, voordat we doorgaan met de outro, um, gaan, we met, uh, gaan we Top of Flop spelen. Oeh en uh, Deze, we heen. hebben volgende episode zo dus over twee weken hebben we weer uh, drie nieuwe films uh, of sorry twee nieuwe films en één serie uh, ja, laten we beginnen met film 1. Uh, Mirza, Top of Flop Five Nights at Freddy Five Nights at Freddy ja ik heb dus uh, gelezen of ja dat stelde jij dat het gebaseerd is op een game het is niet Top of Flop oh oh oh, 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 ja, zo, oh ja ja oké okay, ja, <güls> ja. ja, nee oké okay. ja nee, okay, yeah. Top of Flop flop, uh, flop. Um, film 2, The Killer top top zeg ik ook uh, een film of serie 3. Uh, Ferry, de serie. Top. Klopt. Uh, nu mag je vragen wat je wilde vragen. Mm. <laughs> Five Nights Freddy is gebaseerd op uh, een game. Vertelde je? Ja, hij is gebaseerd op een game. Het was volgens mij een indie-game uh, van game developers die. Dat is eigenlijk een, een klikspel: um, Waar je dan zo met camera's moet spelen ja. en zo. En dan moet je jezelf opsluiten in jouw beveiligingshokje. Want at night die mm. animatronics die komen tot leven. En ja. die, die gaan je opeten. <lacht> 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 maar daar maar, is het op gebaseerd? Daar is het die, op gebaseerd. Okay. En ik denk dat het een flop wordt. Um, ik, ja. ik weet niet wat ik me bij moet voorstellen. Laat ik het zo ja. zeggen. Waarom dan komen ze dat leven? Ja, misschien ja. Ik, laat me ook verrassen. Ik weet er ook niet superveel over. Ik heb het nog nooit gespeeld. Maar ik weet wel dat er later bijvoorbeeld ook ja. echt een uh, first person game van is uitgekomen. Een ja. uh, first person, third person game van is uitgekomen. Uh, waar je echt gewoon door het hele restaurant uh, tent loopt. Oh, en okay. ja, uh, bepaalde ja. tasks en zo moet uitvoeren. Maar ja, het is big. Uh, maar we gaan het zien wat ze met de film gaan doen. Uh, film 2, uh, The Killer. Uh, ja, kan je er misgaan. <laughs> David Venture? Ik denk het niet. Michael Fassbender. Nou. Uh, eigenlijk Michael Fassbender. Ik ben eigenlijk nog meer nieuwsgierig naar Next Goal Wins met Michael Fassbender en ja? Taika Waititi. Ja. Dat is die, die, hmm. dat is die ene met die uh, verhalen uit, uh, welke, met die Nederlands-Canadese trainer of zoiets. Oh, ja. Uit uh, zo'n land die het WK wilde halen. Juist, juist, juist. Daar ben ik okay. eigenlijk nog meer benieuwd naar. Nou, ja, maar ook, ik, dit, is, dit is ook uh, geen verrassing eigenlijk. Ik denk dat het gewoon sowieso weer goed wordt van David Fincher. denk Fischer. het ook, ja. uh, En tenslotte uh, de serie, uh, Ferry de Serie uh, op Netflix. Ja, ja, ja dus ze, is een, hij wel, ze, ze melken het wel uit, hè? Maar hij, is, hij, weet je, hij is wel een goede acteur, maar ja. het gaat wel te lang door. Maar ik denk dat hij het wel weer goed gaat doen. Ook al, ja. is, het, ook al is hij niet goed. Ja. Maar hebben we niet eerder gehad? We hadden toch ook eerder uh, wat een, een film. filmferry. Wat, een filmferry. Niet, wat is nu die serie dan? Ja, weet ik veel. Ze gaan, ze gaan nog, verder, nog verder terug in tijd. Ze gaan helemaal terug naar zijn geboorte, heb ik het idee. Ja. <laughs> nee. Maar, <laughs> <laughs> maar ik verwacht hier ook weer drie seizoenen van of zo. Of, uh, ja. ja, toch? Ja, we gaan het zien. Ja, we zien. <laughs> Oké. <Okay. laughs> We zijn weer aan het einde gekomen van de aflevering. Uh, heb je genoten van de aflevering? Vergeet dan niet te abonneren. We zijn te vinden op YouTube, Spotify en Apple Podcast. Um, ja, terwijl je daar toch aan het rondhangen bent, uh, plaats een comment, geef ons een review, plaats een like, zet de belletje aan, uh, deel de podcast met je vrienden. Ook zijn we te vinden op uh, verschillende social kanalen: uh, Instagram, TikTok en Facebook. Op Instagram en TikTok heten we videocorner. Op Facebook zijn we te vinden onder de videocorner. Uh, volgende week uh, dinsdag zijn we weer terug. Met een Halloween special. Um, mogen we afklappen welke films? Of houden we dat. Uh, dat krassen? ook nog geheim. Ja, laten we. Hou onze stories in de gaten. Ja, misschien ja, ja, vertellen ja, ja. we daar welke films dat zijn. Ehm. Um, dinsdag, inderdaad, zijn we terug met een Halloween special. Ehm. Um, ja, volgens daarom op Instagram, en laat weten. Oh, nee, nee, dat doen we niet. Dat doen we <laughs> niet. Nee. Ehm. <laughs> um, dat is alles wat ik wilde vertellen. Ja, ik ben een beetje... Omdat die setting anders is. Ja, nee, ik snap je het. Je mist toch het. iemand hier je zo? <laughs> nee, ja. En uh, ja, mocht ik een beetje laag zijn in mijn energie... Excuses daarvoor. Ik ben uh, verkouden geweest. Ik ben nog steeds een beetje verkouden. Uh, Mirza ook. Ja. Nee, en onze uh, compaan, die is er ook niet bij. Ja. Uh, We hopen dat hij de volgende keer uh, gewoon weer bij wist. Ja. Uh, Wetenschap haar Wetenschap. <laughs> nee, ja. Mirza, bedankt voor je aanwezigheid. Luisteraars, Jou, bedankt voor jullie aanwezigheid. Uh, voor het luisteren slash kijken. Uh, tot volgende week dinsdag. Tot de Halloween-special. Baby. heb jij genoten van onze aflevering en wil jij graag adverteren in een van onze podcasts? Dat kan. Mail dan naar adverteren at